Van die trommels met van die hele hoge trommels, die Indiaanse trommels, weet je wel, het boem 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 geval. Daar zat ze bij. En u heeft haar aangesproken? Ja. Toen kwam ze naar mij toe en toen zei ze van... I'm here to claim. I want to tell the real story about my game. The idea is to let you know that graffiti is rocking and it's on the go. Wat is het risico? Als je nu opgepakt zou worden? Nou, dan kunnen we moeten we zitten. Hè. Niks bekennen. Gewoon zitten. Heb je dat vaak meegemaakt? Ja, één keertje. Want dan konden ze ons niks maken, want dan hadden we niks gedaan. Er is gebeurd dat... Dat we de yard in gingen en dat we gebomd hebben en die trein opgefukt. Is het nou, is het kunst of is het gewoon vandalisme? Dit is vandalisme. Vandalisme. Graffiti is the thing that's kind of hard to explain. It's not just running around spray painting your name. It starts as a game, can't stay the same. Dedication makes you put it in a different frame. Dat ben ik niet, maar dat zijn mijn vrienden. And there were writers in the past who I bet if you asked would say graffiti cannot last. But they crossed that rail and they blazed that trail. And it's because of them that I won't fail. Kijk, ze weten eigenlijk toch wel wie ik ben. En wat ik schrijf en zo, weet je. Dus dat is eigenlijk geen geheim. Maar ik vind gewoon, je hoeft het niet in hun neus te wrijven, weet je. Want na dit programma komen ze zeker zeuren. Dus daarom ga ik liever niet met mijn gezicht erop. Wat bedoel je met zeuren? Dat ze toch komen zeuren, bedoel je? Dat ze, ja, na dit programma gaan ze zeker, komen ze met een opsporingsteam. Dat zijn ze van plan, dat weten we ook wel. Maar we gaan gewoon door. Ben je wel eens opgepakt? Nou, ja. Nou, ik wil ons zeker niet als tuig aanzien. Kunst is zeker wat je het kan noemen, ja. Dat proberen we ook te bereiken. En Moon die breekt zijn neus. Ja, daar wordt wel geld bij verdiend. Hoor. Vooral opdrachten en zo, ook dat soort dingen. Voor winkels, rolluiken, noem maar op. Het hoort er allemaal bij eigenlijk. Hè. Maar het gaat vooral om metro's. En ja, voor sommigen dan weer treinen. En nou ja, voor dit groepje hier, de meeste mensen hier al metro's alleen maar. Ja, er wordt gewoon nu veel gemaakt omdat de metro's niet meer schoongemaakt worden en dat trekt gewoon uit mijn schrijvers aan. En de reden waarom die niet meer schoongemaakt worden is dat dus de milieuwetgeving zo wil dat er geen giftige schoonmaakmiddelen gebruikt worden. Ze kunnen het niet opvangen, alles verdwijnt in de bodem. Dus tot die tijd maken ze niks schoon. Ze maken alleen de ramen schoon. Dus als er een top-to-bottom gemaakt wordt, gaan ze gewoon met een plamuur mis, halen ze de ramen schoon. Maar de rest blijft staan. Ik denk dat dit zo'n maandje aan de gang is. Zo. Het wordt steeds erger. Zoals die andere jongens ook zeiden, uit het buitenland komen ze nou. Vorige weekend zijn er een paar jongens uit Duitsland geweest. Ik heb verhalen gehoord over Engeland. En meer brede acties op komst. Iedereen heeft in contact met elkaar. En ja, doet iedereen, zelfs in Amerika, weet ze dat Amsterdamse metro nu helemaal volgebomd is. Dus iedereen komt, van mond tot mond gaat het. Iedereen komt hier gewoon naartoe.
Ja, het is eigenlijk alleen de kick dat jouw naam bij komt rijden. Nou, dat is toch mooi? Het is mooier als een stom muurtje. Een muurtje kan iedereen doen. Met trein is toch moeilijker? That's good, and there's a side that's bad, and on the inside, graffiti's always had that individual desire, which I guess I most admire, that needs to follow, to set things on fire. I painted the train, and I called it great. I guess until then, I wasn't really awake. I realized then what I could do. I just check out the scene from a whole new view. It wasn't hard to see, it didn't take much time.